januari dus verhuisd naar de overkant. Hij gaat voor het eerst hier spelen met een tegenstander. Dit zijn de elftallen. Hier is Schrijvers met wat ruimte. Terzal Tamari, mooi hakje is dit van Torstensson en dan even contact. Nee, zegt Verbomen. Patrice struikelde daar tegen het gras. En Pleitings wint het ondertussen te laten verzorgen. Nog eens kijken. Daar is de infiltratie van Patrice. Avila probeert hem af te stoppen. En de vraag is er dan contact? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Verbomen heeft genoeg gezien. Oud-Heveren-Leuven krijgt een strafschop. Met een man van 14 clean sheets. En de andere hoek uit. En het staat 1-0. Nou, als je het hebt over efficiëntie. Oud-Heveren-Leuven scoort bij zijn eerste bal tussen de palen vandaag. Dat is wel eens anders geweest de voorbije weken. En uiteraard komt er vaak daarvoor niet tussen beiden, dat weet ik. Van den Bos. Toch vaak de vrije man. Dit is goed ingespeeld. Jansen en Kojukaru. 10e minuut, tweede helft. Bataille maakt snelheid. Kerk. Met een wijkende Mendil. Opnieuw Jelle Bataille goed teruggelegd. Vermeer. En dan wijkt die bal nog af richting de paal. Tjongejonge, Balikwisha dan. Ook dat niet. Maar wat een heerlijke aanval was dit van Antwerpen. De mooiste van de wedstrijd. En dat maakte hij het Ekkelkamp behoorlijk lastig. Daar nu. De goal. Jawel. Het was onvermijdelijk. En het is wel degelijk 1-1 op het uur. Girano Kerk met zijn tweede voor Antwerpen. En de Great Old scoort bij zijn eerste corner. Onhoudbaar voor Oud-Heveren-Leuven. Stenks verlengd door de Leuvenaar aan de eerste paal. Tot bij een helemaal vrijstaande Antwerpen. Een Singi. Oud-Heveren-Leuven met veel volk naar voren. Het is 6 tegen 5. Plus nog een doelman, Pleitings. Hier is een Singi. En een Singi niet voorbij de man op de lijn. Dat is Gaston Avila. Dikke kans voor Oud-Heveren-Leuven. Het is hun eerste na de rust. Goed gelopen door Pleitings. Tot bij een Singi. Maar die bal zit niet perfect. Haakt een beetje tussen zijn voeten onder zijn lichaam. Perst er dan toch nog een schot uit. Wat een redding van Avila. Beste aanval van Oud-Heveren-Leuven. En ze blijven knokken bij Oud-Heveren-Leuven. Torstensson. Het is 3 tegen 2. De Schrijvers, gaat hij zelf? Nee, het gaat richting een Singi. En daar is Jean Buté. En Jansen. Laatste seconde van de wedstrijd. En nu is het gedaan. Beklijvende wedstrijd. Met twee ploegen die er vol voor gingen. Uit Heuvelen-Leuven liggen er een aantal.